voor normale commissie. Nee, maar Hugo zal er best wel even. Poppy Day is eigenlijk de populaire naam voor Remembrance Day. Gebaseerd op de, ja, de afsluiting, eigenlijk de wapenstilstand, Armistice Day, van de Eerste Wereldoorlog. En Poppy Day is dus de populaire naam, die vinden we overal rond deze tijd. Ik heb hem zelfs op mijn face mask staan. De poppy, de klaproos, is eigenlijk het symbool geworden voor de gevallen soldaten sinds de Eerste Wereldoorlog. Het heeft natuurlijk wel ook wel weer iets sereens, hè? Zo'n heel leeg kerkhof met mensen die druppelgewijs hun bloemetjes toch komen brengen. De adoptanten die hun graf van hun soldaat al vele, vele jaren koesteren. Verzorgen kunnen we niet zeggen, want dat wordt dus door de Commonwealth War Grave Commissie gedaan. Maar wel een bloemetje brengen. Onze nationale dodenherdenking op 4 mei, de Britse dodenherdenking 11 november... meestal rond de kerstmis. En we zien ook vaak het moment dat zo'n soldaat jarig zou zijn geweest, dat ze ook een bloemetje komen brengen. En dat maakt dit kerkhof wel bijzonder.